Vrienden, ik wil jullie even deelgenoot maken van een heel bijzonder moment de afgelopen week. Ja, het gaat over snoeker. Ja, dan horen jullie denken, ja, dan kan mij een snoeker nou schelen. Nee, maar het was in de jaren 80. Toen volgde ik elke beweging van de snoekerspeler Jimmy White. Ja, Jimmy White was mijn held. Jimmy, die had het helemaal. En Jimmy was net als andere linkspoten zoals Koen Moulijn en Piet Keizer en Van Hanegem. Hij was linkshandig. En hij had ook dat virtuose, dat briljante, dat creatieve, wat die linkse mensen allemaal hebben. Dat is fantastisch. Ik bedoel, Jimmy White, daar kon ik gewoon... Jimmy White, dat was het voor mij helemaal. Want Jimmy die zag oplossingen in het snoeker die niemand zag. En Jimmy maakte ballen in die niemand kon. Dat kon alleen Jimmy. En Jimmy die aaide de bal soms zo verschrikkelijk mooi. Maar kon ook keihard potten in één keer. Die helemaal schrok. Dat was Jimmy. En Jimmy was... Ach, ik raakte nooit uitgepraat over Jimmy White. En Jimmy... Hij werd helemaal geen kampioen. Nee, hij was niet de kampioen. Hij was wel de allerbeste snoekerspeler die er ooit is geweest. Dat was Jimmy wel. Maar Jimmy werd niet de allerbeste. En waarom niet? Dat wisten wij en ik wist dat. Want Jimmy leefde niet voor de sport. Nee, totaal niet. Want Jimmy die zat aan de kook. En Jimmy die zoop als een gek. En Jimmy zat constant achter de wijf aan. Dus Jimmy die kwam gewoon zo aan de tafel. Hij oefende ook heel erg weinig. En hop. En maakte dan de meest fantastische ballen. Dat je echt zo thuis zat elke keer. Jimmy! Jimmy, mijn Jimmy deed het. En wat gebeurt er dus de afgelopen week? Ik zet de tv op Eurosport. En hup, wat zie ik? Jimmy White. Jimmy White stond aan een snoekertafel. Ongelooflijk. Mijn hart sprong over van puur geluk. Ik had hem al die jaren nooit meer gezien. En daar stond hij in één keer. Jimmy, 58 jaar inmiddels. Ja, en Jimmy, hij ziet er niet uit. Hij heeft koep strandstoel op zijn hoofd. Het is lijkt nergens op. Hij heeft zulke wallen onder zijn ogen, want hij heeft natuurlijk verschrikkelijk geleefd. Maar Jimmy, hij staat er wel. Hij heeft een verkeerde vlinder voor. Het maakt allemaal niet uit. Mijn Jimmy stond daar aan de snoekertafel. En ik volgde weer elke bal die hij maakte. En weer zat ik af en toe weer te klappen voor mijn Jimmy White. Want hij moet zich nu kwalificeren voor het WK snoeker. Wat helemaal zijn terrein was. Dat was zijn thuis. Dat was zijn speelveld. En nu moet hij helemaal met 130 of weet ik veel anderen, moet hij zich kwalificeren om in dat toernooi weer te komen. Maar Jimmy voelt zich niet te groot. Nee, mijn Jimmy die staat daar gewoon en denkt van ik doe er weer alles aan om in dat toernooi te komen. En daarom wil ik tegen jullie zeggen, ga vanavond kijken naar Eurosport. Ja, want daar komt hij. Mijn Jimmy White en geniet met mij mee.